Hij gaat Lucy een knuffel geven, denk ik. Dat is wat hij al een hele tijd wil. Dus ja, weet je, ik vind het goed. Maar ik zou wel als je hier een beetje wegdoen. Hallo mensen van Gamers Bay, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. We gaan hier direct in, alle wegen leiden naar. En ik denk dat ze willen dat wij denken dat alle wegen naar Cesare leiden. Oh shit, hij staat nu wel heel lang hierop. Voor de mensen die het niet weten, dit had ik letterlijk bij Assassin's Creed 2 precies hetzelfde. Aan bijna het eind van de game kregen we ook zo'n laadscherm. En dat bleef dus ook zo. Toen heb ik de game afgesloten. Toen kwam ik weer terug. En toen kon ik gewoon wel rondlopen. En dat hoorde ik ook en zo. Maar het beeld was alleen maar wit. Dus ik hoop nu niet... Oké, het gebeurt nu niet, gelukkig. Ik was echt eventjes in de stress. Ik bedoel, het zou maar zo kunnen, hè. Ik bedoel, wie weet. Laten we eerst eventjes die uitkijkpuntoren pakken. Gewoon fuck it, YOLO. Gewoon fuck it, YOLO. What the fuck? Gast, waarom klim jij niet? Even serieus, waarom klimt hij niet? Waarom klom die niet? Hè? Vertel. Oh shit, iemand ziet me. Oeh, dat vind ik eng. Dat vind ik enger dan, iemand die mij niet ziet. Wow, dat is echt, ik weet niet, ik vind het, ken je dat moment dat je het gevoel hebt dat iemand naar je kijkt en dat je echt zit van, awkward. Ja, of andersom, dan zit je zeg maar, bijvoorbeeld, je loopt ergens en je denkt, hey, die ken ik. En dan wil je gewoon zo graag weten of je hem kent en of die bekend voorkomt. En dan dat het gewoon awkward wordt, zeg maar. Dat je gewoon zo erg zit te focussen. Dat je echt denkt, yo, als deze gast mij niet kent, dan is het ook zo van, what the fuck moest hij van me? Kennen jullie dat? Of is het gewoon heel raar? Ik denk het laatst. Mij kennende zal wel weer het laatst zijn. I shall be united, and you will rule beside me. Nou, dat denk ik niet. De assassins zullen zegen vieren, hoop ik. But you shall be dead before then. Insieme per la vittoria. Ja. Claudia staat er ook zo mooi bij. Nu zijn we met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd of zo. Shit. Ik zit weer met die controls te kloten, hè. Weer doe ik het verkeerd om. Ik ben echt een sukkel. Oké. Sander, nu even niet zo sukkel doen. En gewoon even mee... Oh, wacht, maar dan hit ik Machiavelli ook. Oh, shit. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Of werkt dat niet? Ik weet niet hoe dit zit met deze game. Maar... Ja, oh, shit. Oh, er is weer iemand dood. Er is weer iemand van mijn mensjes dood. Dat is nooit mooi, maar shit, ik wil steeds dat ding doen, maar ja, ik vergeet steeds dat je dan op veel health moet zijn, zeg maar. Veel health, meer health dan dat ik heb. En dat moet ik eventjes weer aan wennen. Nu, doe ik weer de verkeerde knop. Sander, wat ben je mee bezig? Serieus. Oké. Nu gaan hun zeker tegen elkaar. Ja, nice. Dat is wat ik wou. Jij ook eventjes tegen... jij ook even tegen de rest. Zo. Dood hem. Oké. Nu gaat hij ook echt zo doen. Zo van, nee, val me niet aan. Dan moeten we hier naartoe. Oké. Gaat hij toch niet doen. Gast, je bent fucking vergiftigd. Je bent doodziek. This is not your city anymore. By order of Pope Julius II, I arrest you, Cesare Borgia, for the crimes of murder, betrayal, and incest. Haha, incest. Haha, wat een sukkel. No! This is not incest. Wanneer komt een pof? Nee, dit gaat te ver zonder. Ik wou haast zeggen, wanneer komt een pornofilm van Cesare en die andere, die ene rare vrouw. Ja,
Maar ik heb die opmerking niet gemaakt. Nu heb ik hem eigenlijk indirect ook weer wel gemaakt. Dus ik heb die opmerking nu wel gemaakt. Wat, Sander? Ja. Ja, wie de fuck doet er dan ook aan incest? Kom op, guys. James will not hold me. If you are so worried, there is a way to find out. Vertel. No, it is too powerful. It must be hidden outside the domain of men. What a shame. Hiding a masterpiece where no one will ever see it. Ja, dat is maar beter. What if he meant what he said? I cannot risk it. Pas nou op. Gaat hij weer dubbel team gebruiken? Cesare was right. I have to leave. What about your friends? I built this brotherhood to last, with or without me. What do you intend to do? Plant a seed. Here, a gift. If this is goodbye, then keep your money. I do not want it. We will see each other again. You have my word. Buona fortuna, my oldest friend. And take the money. On your meager salary, you will need it. My patron has been arrested after all. Geld is altijd nice, Leonardo. Gewoon niet zeiken en aannemen. Nee, serieus. Niet zeiken en aannemen. Punt. Niet zo moeilijk doen. We zitten alweer op het einde van de sequentie. Nou weet ik niet of dit de laatste is. Volgens mij, het is of de laatste en dat je sequentie 9 hebt. Maar dat je... zeg maar dat maar één herinnering is, of het is echt de laatste en we have finished the game. Ik denk wel dat dit de finale is. Maakt niet uit of nog sequentie 9 komt of niet. Het is sowieso, dit is sowieso de finale aflevering. Dus we gaan nu naar, ik heb geen idee, maar we hebben wel zo'n raar ding. Oh, wacht. Ik weet het alweer. Dit is exact het begin. Ik weet het alweer. Hoe heb je me gevonden? Oh ja, ja. Kom op. Maak hem dood. 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 Maak hem dood met je mes. Oké, alright. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, dus ik pak even mijn zwaard hoor, jongens. Ik pak eventjes mijn zwaard. En als je het niet erg vindt... Bam. Ik heb trouwens deze missie ook al een keer gedaan op mijn kanaal. Dat was met de Hidden Blade Challenge, dat was voor een random. Oh, wat? What the fuck was dat? Nu hebben we ook ineens zwart beeld, wat? Fianna, dat was het. Oh, dit is wel even 4 jaar later. Maar, oké. Dat kan. Cesare denkt, oh, na die 4 jaar, Ezio vindt me nooit meer terug. Maar jawel hoor. Ezio kan alles. Bereik het olijvenveld. Nou, dat zullen we dan maar even gaan doen, hè. Want het moet... Ja, oké. Even kijken, hoor. Even kijken. Hoe we daar naartoe moeten. Oké. Gewoon een weg. Gewoon de weg volgen. En we komen er wel. Wacht. Wat? Huh? Ik wil best wel de weg volgen. Maar moet ik wel de weg weten, zeg maar. Dat is ook wel een ding. Dat is ook wel een ding. Er zijn wel veel boemen, moet ik zeggen. Guys, waarom zoveel geboom? Waarom zoveel geboom? Bam! Mooie jump, Sander. Mooie jump. Prachtig. Ik had het zelf niet beter gekund, natuurlijk. Dat is ook wel logisch, zeg maar. Paarden zijn net iets beter dan mensen in het jumpen van
afstanden en zo. En hoogtes ook, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Van hoogtes niet, maar in hoogtes. Ja, dat was de vraag. That's the question. Dat was ooit een programma, toch? Volgens mij was het ooit zo'n vaag programma op Nederland 2 en dan... Oh, that's the question. En ja, leuk. Het was... Sowieso... Het was niet een soort lingo, maar het was... Ja, het was wel een spelshow. Ik link het zeg maar wel altijd met lingo op een of andere manier. Maar dat zal ook wel weer aan mij liggen. Oh, ik ruik eten. Nu heb ik honger. Serieus, ik weet niet wat ik ruik eigenlijk. Dit is zo apart. Ik ruik eten en ik krijg honger. Maar ik weet niet eens wat ik ruik. Nou ja, boeit ook niet. We moeten gewoon zorgen dat we lekker veilig aankomen en zo. Ja, altijd handig. Ayúdame! Mi hijo! Mi hijo está herido! Kill her, zegt hij dan. Oh nee. Oh, ze doen het alleen. Ze zeggen het niet. Ze doen het alleen. Nog beter. Maar niet heus. Alhoewel, dan is het wel sneller gedaan, weet je. Als ze het zeggen, dan ga je erop voorbereiden. Als het gewoon in één keer doen, dan... Ja, ik denk dat ik dat toch liever heb. Dat het gewoon in één keer wordt gedaan, dan dat ik weet... Ja, wanneer en zo. Ja, dus dat... Ja, ik weet niet. Het blijft altijd lastig. Het liefst heb ik het gewoon niet hoor. Maar ja, ik denk deze vrouw ook... Wat? Ik was letterlijk... Oh, je moet onopvallend zijn. Nou, dan gaan we eventjes... We hebben ook pistolen en zo, ja. We hebben kogels, bedoel ik. Ja. Kom op. Waarom doet hij niks? What the fuck, gast? Oh, hij staat ook niet... Ik denk al. Ik houd toch ingedrukt, man. Maar ja, nu geeft het wel wat meer duidelijkheid. Als het ware. Oké, ja. Nice. Dat was een mooie combo. Of combo. Comeback. Kom, is het... Nee, hoe zeg je dat? Counter. Dat is het. Counter. Net als Wobba Fett. Ja, tuurlijk. Ik link echt altijd alles met Pokémon. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik... Op een of andere manier link ik alles met Pokémon. Kun jij dat ook? Meld je dan aan voor Games B? Dan ben jij degene die we zoeken. Nee, dat was een grapje. Ik zoek geen medebeheerders voor Games B. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk en zo hoor. Om samenwerken. Maar ja, dat betekent niet dat ik direct medebeheerders nodig heb. Ja. Vooral de mensen waarmee ik nu samenwerk en zo. Wil ik vooral echt wel een shout-out aan doen. Want het zijn toffe gasten. Vooral de mensen waarmee ik samenwerk. Ja, ik kan ze wel opnoemen. Maar ze staan ook gewoon in de beschrijving trouwens. Niels, Anouar en Milan staan allemaal in de beschrijving. Dus ja, als jij denkt, yo, dat zijn toffe gasten. Net als ik dat denk van hun. Dan zou ik zeker even kijken. Ja, dus let's go. Oh, we moeten nu... Hoe deed je dat ook alweer? Ik weet niet meer hoe je dat deed. Je moet gewoon omlopen. Ik dacht dat je ook zo heel mooi kon switchen, zeg maar, van kant. Als het ware. Zeg je dat zo goed? Dat je kunt omdraaien, zeg maar. Maar nee, het ging niet zo heel erg. En daar doet hij weer een dode sprong. Ja, nice. Ik hou altijd van dat dode sprong gevoel, weet je wel. Ik heb ook wel eens... in Minecraft heb ik ook wel eens gedaan, weet je wel. Dan ga je expres een hele hoge duikplank maken en dan in het water landen. Dat geeft zo'n goed gevoel. Vooral in survival, want dan weet je gewoon, als je het niet haalt, dan ga je dood. Dus dan, als je het dan haalt, weet je, dan is het extra nice dat je het dan haalt. En ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooi fenomeen, jongens. Dus niet zo neerbuigend doen naar mijn fenomenen. Jongen, echt altijd jullie weer hoor. Jongen, vind ik echt niet kunnen. Nee, ik vind het eigenlijk best wel kunnen, want het gebeurde net, dus dan kan het. Ja, nee, echt? Ja, dat is wel te doen hoor. Oké, let's go. Oh, we moeten daar naartoe. Ik denk al van, hey, moeten we nou nog meer naar boven of niet? Of hoe zit het?
En ja, ik weet nu hoe het zit. Dus, ah, fuck. Ik dacht echt zo van, oké, ze zitten nu op zwart, weet je wel. Of op grijs. Dus dat komt wel goed. Maar, nee. Maar nee, ze denken zo ook zo van, Sander, nee, doe gewoon niet. What the fuck? What the fuck, guys? Guys, doe eens eventjes niet. Ik heb hier niet om gevraagd, of wel dan? Heb ik hier om gevraagd? Vast niet. Meestal vraag ik niet van, hey, mag ik deze game niet halen? Ja, dat vraag ik meestal niet zo gauw. Kan aan mij liggen hoor, maar ja, ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Ja, ga jij ook maar eventjes, oh, ik wou net zeggen, ga jij ook maar eventjes doop, maar toen hitte hij mij. Dat is dan niet zo handig, als je mensen doop maakt. Oké, even kijken. Wat gebeurt er? Oh, allemaal mensen en zo. Wat? Cesare doodt zijn eigen volk? What the fuck? What the fuck, Cesare? Oké, ik snap. Je bent een beetje boos en je bent een beetje vergiftigd. Dus je bent ziek. Maar ik wist niet dat het ook verder ging in je kop, zeg maar. Dat je gewoon helemaal gestoord wordt in je hoofd. Nou was hij dat eigenlijk ook al wel. Dus weet je, je pleegt niet zomaar incest. Tenminste, neem ik aan van niet. Is dat echt strafbaar eigenlijk, incest? Want ze zeiden net wel van verraad en incest. Maar verraad is ook niet echt strafbaar volgens mij. Misschien als je echt bij het leger zit wel, maar... Ja, ik weet niet hoe dat zit. Incest, dat... Is dat echt een misdrijf? Ik heb geen idee. Ik heb echt totaal geen idee. Oh, misschien die rode, die hoorden bij hem. En dan die groene, die horen bij mij. Of die horen ook niet bij mij. Ik heb geen idee. Die horen bij de stad waarschijnlijk, die ze nu over aan het nemen zijn. Ik kan wel allemaal theorieën gaan verzinnen, maar ik heb gewoon geen idee. Let's go. Volgens mij moet ik nu tegen Cesare, toch? The walls around you. There is nowhere to run. Come then, Ezio. Oké, let's go. Ah, hey, niet schieten. Ik weet niet wat ik met mijn allemaal wil, maar ja. Ik heb geen idee. Ik heb serieus geen idee. Cesare is immuun voor ka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 k
Even wat mesjes gooien. Bam. Ah, oh, ik moet het niet doen. Ik moet ook niet kloten met messen en zo. Ik moet gewoon eventjes een chill medicijn nemen. En dan komt het allemaal goed. Oké. Okay. Ja. Zolang Cesare mij maar niet aanvalt, vind ik het best, weet je. Ik bedoel, ik wil gewoon nog niet dood als Ezio. Als Desmond wel. Grapje. Grapje. Ik maakte maar een grapje, man. Ja, oké. Okay. Spatie. Oh ja, nice. Nice. Ik moet echt meer trappen. Ik moet echt meer trappen, jongens. Want dat gaat gewoon veel beter als ik trap. Ik moet, de aftrap nemen, zoals ze dat zeggen in voetbaltermen of zo. Nee, zeggen ze dat zo in voetbaltermen? Volgens mij aftrap is wel iets wat ze gebruiken tijdens voetbal. Dus ik vind het een voetbalterm. Alhoewel buitenspel, weet je. Ja, dat is wel echt voetbal. Ja. Corner, counter, de hoekschop. Ja, is dat echt iets? Dat gebruiken ze ook wel in andere sporten. Dus ja, weet je. Maar alsnog, ik vind corner ook iets van wat met een voetbalterm. Ik vind het gewoon alles wat bij voetbal komt, zeg maar, vind ik een voetbalterm. Ja. Maar dat ligt aan mij eigenlijk gewoon. Ja. Kan ik ook eigenlijk mijn kogels gebruiken? Want dat wil ik wel. Schieten. Bam. Oh, ja. Go. Maak hem helemaal kapot. Helemaal kapot stuk. Ja, bam. Kijk, hoe beter. Hoe kapotter, hoe beter, toch? Hoe kapotter, hoe beter. Ik vind het helemaal mooi. Oké, laten we nu maar weer gewoon zwaar pakken. Want, weet je. Die kogels kan ik nog handig gebruiken tegen Cesare. Tegen hun zijn ze ook wel handig. Maar, weet je, hun hoeven veel minder hits dan Cesare. Dus ja, dat is iets handiger. Dus dat. En Cesare is ook iets sterker qua armor en zo. Sowieso, ik heb deze let's play eigenlijk best wel weinig gedaan. Qua armor en zo heb ik best wel weinig. En de hulp assassins ook. Want ja, zoals jullie misschien wel hadden gemerkt, ik heb best wel weinig hulp assassins. En ze waren ook nog laag ook. Dus ja, echt mooi was het niet. Maar weet je, ik, ik, ja,
Ik kan het niet heel erg vinden. Ja. Ja, ik ben ook zo iemand zo van... Weet je, als het lukt, dan lukt het. En zo niet, dan niet. Ja, en als het niet lukt, dan doen we het gewoon opnieuw. Dus ja, bam. Gewoon even trappen weer. Altijd trappen. Bam. Trap me helemaal de poeder in. Ik weet niet waarom poeder, maar ik hou gewoon van poedersuiker. Ik weet niet, ik vind poedersuiker wel lekker. Maar ik eet het vooral op oliebollen, zeg maar. Ik heb niet echt dat ik denk, oh ja, pannenkoeken, daar wil ik poedersuiker op en zo. Zeg maar, ik heb het niet bij alles dat ik denk, ja, poedersuiker. Dat heb ik, dat heb ik sowieso niet zo gauw. Behalve met chews, die vind ik wel echt heel lekker. Dat wil ik wel bij alles, zeg maar. Maar ja, alles, niet bij vlees. Vlees is al lekker genoeg van zichzelf natuurlijk, maar... weet je, bij groenten en aardappels en zo. Vind ik chew echt wel lekker. Ja, dat mag. Dat mag, oké. Okay. Ja. Oké, okay, het gaat lekker nu. Maar niet heus. Ik heb... En weinig HP. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ja, ik heb gewoon weinig HP. Dus, bam. Wat ik nu ook kan doen, werkt dat? Nu gewoon even gauw schieten. Nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Dan heb ik te weinig tijd voor, zeg maar. Want dan gaan hun mij al aanvallen. Kom op. Shit. Ik heb nu geen dinges meer straks. En dat is wel fucked. Ja, zo. Ik moet ook weer meer counteren, eigenlijk. Ja. Nice. Kijk, nu gaat hij weer even lekker. Ja, nee. Fuck off. Guys. Ik ben hier gewoon even iemand aan het vermoorden en komen jullie aan. Dat was niet mijn bedoeling. Nee, serieus. Dat was echt niet mijn bedoeling. Ik bedoel, ik zeg dat wel zo op zo'n sarcastische toon. Zo van, dat was niet mijn bedoeling. Maar het was echt niet mijn bedoeling. Ja, dus dan kunnen we lang en kort over praten. Maar het is gewoon wel waar. Ja, bam. Oké, nu, Cesare. Oké, guys. Kom op. Nee, komen nog meer van die mensjes. What the fuck, guys? Ik ben een heel onschuldig man. Ik vermoord alleen maar mensen. That's it. Kom op. Niet zo moeilijk doen, hoor, jongens. Even niet zo moeilijk doen. Ja, nee, shit. Ik wou net zeggen, hij gaat schieten. Ik had hem moeten aanvallen, maar ja, weet je... Ik kan het ook... Ja, ik kan het al niet meer veranderen. Dus ik vind het best. Weet je? Bam. Oh, dat deed zo weinig. Waarom had ik het gevoel dat het de vorige keer zoveel meer deed? Ik heb geen idee. Maar, weet je? Ja, nee. Gauw, val hem aan. Ja, weet je? Ik kom daar dan net weer te laat achter dat hij vuurt. Terwijl je kunt dat ruim op tijd zien. Maar, ja. Ik zie dat gewoon te laat. Oh, ik had net zo'n mooie combo kunnen hebben. Oké, okay. Trap hem. Ja, oké, okay, nu. Nice. Kijk, weer wat armor weg. Bam. Volgende armor. Oké, okay, wat ik ook kan doen is... ik kan ook even die mensen beroven. Maar, weet je... Kijk, er zijn te veel mensen die me nu willen aanvallen. Dus dat is een beetje kut. Dat zo is, maar ja... Anders dan had ik ze echt wel even beroofd voor medicijnen en zo. Want, dat was zo mooi geweest. Als ik gewoon met zo'n tegenaanval ding had... Nee. Medicijnen, nee, dat heb ik niet. Ah, shit. Nee, gedesynchroniseerd. Nee, dan moet ik het hele stuk waarschijnlijk weer opnieuw doen. Oké, het gaat op zich nu wel lekker. Ik heb even een heel ding eruit geknipt, omdat ik gewoon even stil was. Want dan gaat het gewoon veel beter, merk ik. En dat moet ook. Het moet ook veel beter. Oh, en ik heb trouwens gemerkt dat we meer kogels hebben. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Dus dat is ook nice. We zijn nu wel iets verder terug als dat we eigenlijk ooit waren. Maar hey, weet je, het boeit me niet zo heel veel. Oké, het... Het kan nu wel zijn dat er nu meerdere mensen komen. Misschien had ik hem beter gewoon kunnen laten leven trouwens. Want dan is er maar één gast en nu komen er meerdere. Dus ja, weet je, I don't know. Weet je, het is een beetje ook, het is ook niet de makkelijkste beslissing ooit om te nemen. Ik bedoel, kijk, de makkelijkste beslissing is, hey, wil je dood? Nee? Oh, nou, je mag kiezen, dood of niet. Dat is de makkelijkste, denk ik. Ik vind dat het de makkelijkste is. Wat ik nu kan doen is... Nou, ik denk het niet. Nee, ik ga het toch niet doen. Ik wou eventjes
een pistool gebruiken, maar nee. Weet je, oké, we gaan nu pistool gebruiken. Bam. Ik ga gewoon wat schieten en ik zie wel. Ah, shit. Dat ging niet zo heel goed als wat ik had gehoopt. Het mooie was, ik deed net zo op E en ja, hij bleef gewoon doorbloeden, zeg maar. En voor de rest bleef de tijd stil. Maar je zag het bloed gewoon nog doorbloeden. Ik weet niet of jullie het zagen, maar ja. Oh, nee, snel hem. Ik moet ook weer meer dat verdedigen gaan gebruiken. Door verdediging heen breken, zeg maar. Oké, go, 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 go. Kom op, maak hem dood. Ja, nice. Toch vind ik het wel altijd bewonderend in de Assassin's Creed games hoe sterk die messen eigenlijk zijn. Want die messen die kunnen best wel wat aan. Die maken ook best wel wat mee hoor, al die messen. Ik bedoel, ik wil niet veel zeggen, maar ja. Dus ik wil, ja, ik vind die breken toch ook door armor heen en zo. En ja, zoals net ook. Je zag gewoon dat hij met dat mes maakte die zijn shit kapot. Zo van, wat? Hoe dan? Oh shit. Snap je hem? Shit. Ha, wow. Shitception. Oh ja, nice. Die was raak. Oh, Ezio gaat lekker. Ezio gaat lekker. Eigenlijk stuur ik Ezio. Dus eigenlijk ga ik dan ook lekker. Ik geef mezelf een keer een compliment. Hé, dat mag ook wel eens. Dat mag ook wel eens. Oké, wat ik kan doen is... Ah, nee, nu komt er net zo'n gassie aan. Hé, dat vind ik niet zo leuk. Dat vind ik niet leuk van jullie. Dat vind ik niet helemaal geweldig. Ah, shit. Wat ik kan doen is... Nice. Ook nog zo'n grote man, hè. Gewoon eventjes... sowieso, weet je, in het algemeen wat zwaarden meemaken... is sowieso wel knap en bewonderend. Want, ja, zoals die zwaarden ook, die... Ja, zoals je net zag, die gaan gewoon ook door fucking hard ijzer en staal heen en zo. Dat, ja, dat doe je ook niet zomaar eventjes. Ja, nou ja, nou ben ik ook geen zwaard, dus nou... Ja, weet ik sowieso niet hoe dat werkt met zwaarden en zo. Sowieso, ik kan nu beter eventjes pistool, want dat... Oh, wat? Oh. Laat maar, het is al niet eens meer nodig, pistool. The throne was mine. Wanting something does not make it your right. What do you know? That a true leader empowers the people he rules. I will lead mankind into a new world. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. You cannot kill me. No man can murder me. Then I leave you in the hands of fate. Dit blijf ik een hele mooie cutscene vinden van Brotherhood. Bam. Dat is pech. Chester is weg. Oh wacht, dat is helemaal geen pech. Ha. Doei, Cesare. Nice. The throne was mine. Nee. Dat was hij niet. What do you know? Ik weet het niet. I will lead mankind into a new world. Ja, nou, die wereld zou ik liever niet in willen leven. You cannot kill me. No man can murder me. Nee, dat hebben we gezien. Hij doorstaat gif en zo. Dat is toch iets dat ik denk van nou. Dat is toch best knap. Holy damn. Zijn we waar ik denk dat we zijn? Ja, volgens mij zijn we nu waar, zeg maar, Assassin's Creed 2 ook eindigde. Of niet? Nee. Nee, volgens mij zit wel ander iets. Ja, nu zijn we in het Colosseum. Volgens mij zijn we dat, waren we dat in Assassin's Creed 2 ook? Ik heb geen idee meer. Ik weet niet precies meer. Ik ben ook niet zo van, ik onthouden en zo. Ik kan wel goed onthouden, soms denk ik ook echt van,
Sander, waarom de fuck heb je dat onthouden? Maar, ja. Ik, ja, heb ook zat dingen dat ik denk, Sander, ben je dat vergeten? Let's go. We can be there before dawn. Wait, there was something about that door. I don't think I saw a handle. Let me run an analysis. Great. So we need some kind of futuristic key. It seems to open with a verbally triggered mechanism. I've never seen anything like it. You mean it needs a password? Try humming Beethoven's Fifth. Damn European power grid. Now we can't scan. Oh, nu hebben de Europese het weer gedaan, hè? Tjonge, jonge, jonge. Het is ook altijd wat met al die mensen. Oké. We have to find that password. Ezio knows the answer. Problem is, he's dead. I can't believe we're stuck here. We zitten hier niet vast. Wacht, kan ik? Arends oog misschien? Ik heb ook geen idee, maar we kunnen altijd kijken van, hé, waar kunnen we naartoe en zo. En dan zien we vanzelf wel. Ja. That's how I rule, I guess. We zitten nu in Monte... Ja, we zitten nu in Villa Auditore, toch? Oh, hier. Oh, hey, maybe ja. It has something to do with this. Ja, dat is hetzelfde ding als wat op de poort stond. Symbol matches the one on the door to the vault. Precies. 1419, 1420, 1421. What if they aren't dates? 1419, 1420. Yeah. Oh my god. What? God. Tell us already. I am. The Tetragrammaton, the 72 names of God. You see? They're all contained within three verses, Exodus 19 through 21. And get this, you'll like this. If you arrange the four Hebrew letters in God's name within an equilateral triangle, their numerical values add up to the same Illuminati number. Confirmed. 72. Are you absolutely sure about this? That's kind of why I'm saying it out loud, Rebecca, yeah, but I haven't got to the kicker yet. Construction on the Colosseum began in the year 72. I think we have our password. Sean, go get the van. Maar wat is het nou? 27 of 14, 19, 14, 20, 14, 21? Nou, dat hoef ik ook niet te weten, gelukkig. Ah, mooi, we zitten in een auto. Gezellig. Hé, hij hoeft niet in de kofferbak. Zoals in SSQ2. Dat is ook nieuw. Dat is ook nieuw. En nu zijn we hier. Alweer. Alleen... Ja. I bet. Nu niet als Let's go. Ezio. Whoa, 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 what about us, hey? You might actually need a historian down there. Sean's right. That tunnel should lead under Capitoline Hill. I'll help them find another entrance. Be careful, Desmond. I'll drive. Sure. Ah, yeah, nice try. I've seen your car. Arme Rebecca. Ik heb ook een hekel aan Sean, hoor, Rebecca. Geef niet. Oké, let's see. Oké, dat is duidelijk. Dat is wel duidelijk, zeg maar, waar we nu naartoe moeten. Meestal als het zo zeg maar, als er van die paaltjes en zo staan, dan is het meestal zo van, hé, je moet hier naartoe. Nu is de vraag, moeten we vast naar onder? Oh, ik denk dat deze kant, maar dat weet ik niet zeker. Lucy, I'm making my way toward the entrance. Oké, ja, we gaan goed, dus. Nee, we zien geen God, ik schrok. Ik dacht eventjes van, oh shit. We gaan verkeerde kant op. Maar, nee. We konden gewoon terug. We vielen niet, bedoel ik. Dat bedoel ik gewoon te zeggen. Oké, let's go. Even kijken, hoor. Hier moet het hoekje om. Het hoekje om. Oh, er staat gewoon zo'n ding. Ik denk al van, moeten we nou het hoekje omspringen of niet? Maar, ja dus. Maar er staat zo'n ding voor. Dus, dat is altijd mooi. Zo. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit doen? Zit er hier weer zo'n ding? Nee, hier zit een inkeping. Kijk, dat bedoel ik. Soms moet je gewoon echt even eerst goed kijken voordat je zomaar dingen gaat doen. Ja.
Dat is meestal niet mijn stijl, maar... Ja, weet je. Ik moet toch iets. Ja. Hey, ik zie... bleeding effect en zo. Oké, en nu zijn we hier. Is hier iets met Arends oog? Nee. Ik weet nog wel dat ik ergens hier vast zat. Kan ik me nog herinneren van de keer dat ik hem alleen speelde. Volgens mij kunnen we gewoon hierop klimmen, ja. Ik weet het niet dan waar ik vast zat. Ah, kijk, en dan moet je hier zo doen. En dan zit je daarop en dat is wat ze willen, toch? Maar nu is de vraag... Ja, ik denk gewoon deze kant. Ja, waarom niet, Sander? Welke kant anders? Hopefully a map to the temples. The apple's just gonna give it to us, is it? Yeah? Who's Elvis over there? Huh? Hey, Elvis. Maybe this time we'll be lucky. Ja, dat denk ik ook. Dat gok ik ook. Maar ja, ik gok wel vaker dingetjes. Ik ben ook niet echt goed met gokken. Waar ik ook niet goed in ben, is weten waar we naartoe moeten. Volgens mij waren we daar net... Oh shit. Volgens mij heb ik het nu verneukt, hè? Ja, we zijn nu helemaal terug bij het begin. Yay! Oké, we zijn nu weer hier. Nu moet ik even, echt even rustig kijken. Voordat ik weer dingen verneuk en zo. Ja, en nu? En nu? Oh, kijk, hier zit zo'n slingerding. Een slingerding. Woehoe! Oh, hier ook. Wat? Moeten we hier dan ook slingeren? Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Aha, kijk, got it. Kijk, we moeten hierdoor. Ah, nice. Kijk, ik kan het wel. Ik kan het wel een beetje. Niet helemaal, maar... Hé, hey, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Kunnen we hier zo... Nee, dat kan niet. Oh, wacht, we kunnen ons ook laten vallen. En dan kunnen we hier... This place is like a maze. Ja, echt hè. Maar ik denk nu wel dat ik ongeveer weer een beetje weet hoe we nu moeten lopen. Zeker goed om te weten. Zeker, zeker, zeker. Ja. Oké, en nu zijn we hier. Moeten we waarschijnlijk zo en dan kunnen we... oh, wacht, dan moeten we zo. Ja, oh ja, nu moeten we zo... En dan weer terug natuurlijk. Ja, oké. Nice, got it. Woehoe. Ik ga oprecht nu best wel goed. Zo. Oké. Oh, ik denk al. Hier is helemaal niks. Straks vallen we. Maar ook niet. Had ook niet zo heel veel uitgemaakt. 72. Ja, ik... Het is de doorcode. Someone wants to make sure we get it right. Ja, heeft dat niet te maken met de shit en zo? Shit. Ik weet niet of ik dat al kan vertellen, want dat spoilers zijn. Voor de mensen die nog niet zo ver zijn in de gameserie. Die ook pas nu beginnen. Ja, weet je, ik vind het altijd zo zonde als ik het verklap. Spoilers zijn echt kut. Ja. Daarom heb ik ook in mijn overhyped en underrated van de Assassin's Creed film, ja. Had ik ook expres geen spoilers gedaan, want ik denk, ja, okay, het is zo kut dat je gewoon een review wil. Omdat je wil weten of de game goed is en dan dat je er misschien achter komt van, hey, ja, dat is een spoiler. Dat is zo zonde. Er moet nog ergens, ja daar, aha. Ik denk al, er moet nog ergens een knop zijn. Dat komt omdat er niks open ging. Dus ja, hè, dan denk ik toch van, hé, er moet nog een knop zijn. Als er niks gebeurt in games, dan moet je altijd nog iets doen. We gaan even lekker duwen. Daar hou ik wel van, denk ik. Oh, bam, dicht. Toen was het donker. Ik ben bang in het donker. Oh, laat maar. Hij heeft al een lightsaber. Het is geen lightsaber, maar... Is dat... Die Yuno of Yuno? We commit to this space the epilogue of our ending. Let it be found by he who is deemed worthy. Let it guide him.
Let it shape his path forward. Let it save the world we leave behind. Okay. Who are you? What's going on, Desmond? Nothing. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar dat was niet niets. Dat was niet niets. Wat is dit? Moeten we weer met Arends overwerken? Ik heb geen idee. Oh wacht, hier kunnen we. Ah, misschien moeten we hierop. Ja, misschien wel. Ja, dit ziet er wel uit alsof we erop moeten. Kunnen we daar naartoe? Ja, dan moeten we daar naartoe. Het is echt zo van, als het kan, oké, ja, dan moeten we hier naartoe. Laten we zo gaan. Als het, ja, ik hoopte al dat dit zou lukken. Anders dan moet je wel weer een stukje opnieuw doen. Heb ik niet echt veel zin in. Dit is trouwens wel een lange aflevering. Ik weet nog, ja, met SSQ2 had ik ook een lekkere langere aflevering gedaan. Dus ik vind het niet erg. Maar ja, het is een beetje, ja, een ding. In the beginning, we set our truths to parchment. To stone. To the memory of men. These proved impermanent things. Cleansed by fire. Cleansed by famine. Cleansed by flood. All the world is innocent once more. Innocent and ignorant. Okay. Okay. Houd, oh ja, die indrukt. Oké, ja. Oh, wacht. We moeten weer knopjes indrukken. Altijd leuk, hè. Knopjes indrukken. Ja. Ik snap wel waarom mensen zo graag knopjes indrukken, hoor. Het is ook wel echt leuk. Ja, valt het mee, zeg. Maar ik weet wel, het is wel altijd verleidelijk om knoppen niet in te drukken. Zo van, het is een knop. Waarom mag ik er niet op drukken? Jeet. Dat denk ik ook. Oké. Heel droog. Oké. Oh, wij moeten nu naar boven of zo? Ja, wij moeten naar boven. Aha. Ja, maar die andere bitches kunnen natuurlijk niet klimmen. Dus die zijn al boven. Zo van, hey, gast. Je had mij ook gewoon mee kunnen nemen. Maar nee. Nee. Geen zin in. Holy damn. Een kathedraal. There they are, I guess. I'm coming. Took you long enough. What is this place? En bedankt. Santa Maria alla Quelli. See those columns along the aisles? They're lifted from Roman ruins. Now, supposedly, this church was built on top of the ancient temple of Juno. Juno. Ik zei het, hè? I like the ceiling. Do you like the ceiling? Oh, you are a fascinating traveling companion. Laat haar lekker van het plafond houden. Jesus. Tjonge jonge, kan echt niet hoor. Man. Oké. Wat moeten we nu ook alweer doen? Ik weet wel wat we moeten doen, alleen ik weet niet meer. There's something up there. We moeten dus eerst. Nee, we hoeven niet. We'll just stay down here then, shall we? Ja, jullie kunnen toch niet klimmen, G? Dan moet ik het toch doen. Ja, ik bedoel, het is niet alsof. Ja, het lijkt me wel logisch dat jullie daar wachten. Jullie kunnen niet klimmen. Dat doe je moeilijk. Echt hoor. Oké, we moeten het parcours afleggen. Oh, dat is niet zo dichtbij als dat ik dacht. Of wel? Oh, wacht, dat lukt wel. Dat moet wel lukken. Oké. Ik vind het wel altijd handig hoe ze in Assassin's Creed gewoon precies alles zo indelen dat je gewoon precies... Ja, hey, ik ga hier langs. Ja, ik ga hier ook nog even langs. Ja, dat vind ik mooi. Oh, wacht, we kunnen hier... Oh, ik dacht, dit is zo'n ding die zo... En dan ga je zo'n rondje, maar... Nee, dat was hem niet. Nee. Dat dacht ik wel. Ga ik zo goed? Ik ben altijd bang als ik dit soort dingen doe dat het dan fout gaat. You broke our tools or turned them against one another. We have destroyed what we could.
Sailed away what we could not. Okay, nu jump. Ja. Ik ben echt oprecht. Ik denk steeds van, oh shit, ga niet mis, zeg maar. Wat? Oh, dan kun je, okay. Dan heb je een soort checkpoint. Aha, dat is wel handig. Something's open. Ja, nee, echt? Not all. And it does not take many to unwind the world. Here is a safe place. Eternal. Okay. To store objects, words, wisdom. But not life. Almost did we have the means. But time erodes us. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelt, maar het zal wel. Faint left when he strikes right. But his reach is so very long. His stamina unending. We cannot evade his grasp. Not forever. Gaat dit lukken? Ik heb geen idee, ik hoop het. Ik ben altijd zo bang dat als je hier naar beneden valt, dan ben je ook gewoon echt gewoon fucked. Here goes. There we go. En dan komen natuurlijk nog meer van die pilaren omhoog. Hello. That wasn't in the blueprints. Desmond, get down here. On my way. Als het moet. Oh, echt hè. Ik moet ook altijd naar hun luisteren. Wordt Desmond daar niet zat van? Nee, ik snap het op zich wel. Alhoewel, Rebecca en die andere chick dan. Nou ja, chick. I'm not so sure. Let's go to heaven. Hij deed helemaal niks. Serieus. What's going on? Geen idee. Het is wel slim van SS dat ze het zo hebben ingedeeld. Dat alleen SS'ers het kunnen. Openen, maar. If you want to kill us, mate, you're gonna have to try a little harder than that. Beetje onhandig als er Templars bij staan. Nou is dat nu niet het geval, natuurlijk. Now for that password. If Sean's right, that is. I'm always right. Okay, dus dit is. That dead end. 72. Never happened. I was misquoted. Ja, dat was niet helemaal gelijk. Even kijken hoor. Ik denk dat we gewoon hierop moeten of niet. Het lijkt me wel logisch, ja. Zo denken we er ook over. De game denkt er ook zo. Think it speaks English? Just say it. Okay. 72. Ja, het werkt. Het werkt. Oeh, spannend. Hij gaat open. Ah, hij gaat open. Ah. Hype in de comments. Ik wou in de chat zeggen, maar dit is niet live. Zou wel trouwens een leuke lengte zijn voor een livestream. Alleen, ja, mijn internet vindt dat niet zo leuk, zeg maar. Livestreamen. Ja. Oh, wat? Wat moeten we zien? Holy damn. Ik zie het. There it is, the apple. Oh, get hyped. The apple seems to be in the center. The end is near. Time to find out where those temples are. Okay. We krijgen nu ineens natuurlijk wel hele minimale omschrijvingen. Dat is altijd fijn. Maar oh wacht, hier. Ja, ik denk al. Oh, volgens mij is dit op tijdsdruk. Ja, oké. Okay. You might cause this room to turn into an alien spaceship and fly away. Think about it. 100 years I might speak and still you would not know us. Oké. You with 5 senses. Ik weet niet wat die Sean nou weer allemaal voor de lul van hals te roepen, maar ja, dat boeit. Now you can never know. Only try. Grasp. You can see, smell, taste, touch, hear. Knowledge has been locked away.
When the world became undone, we tried to pass it through the world, tried to join you to us. You see the new shepherd, you hear the words, but you do not know. Oh, de game zegt ook al zo van, ja, ga maar gewoon zo. Oké, ze is nu eindelijk stil en bedankt dat ik ook eindelijk weer een keer mag praten. Ja, sorry jongens, maar ik wil wel echt stil zijn. Als je de storyline niet volgt, is het natuurlijk best wel kut. Maar ja, ik neem aan, weet je, zo goed is mijn commentaar ook niet. Dus ik neem aan dat jullie het toch allemaal... Hoezo kan dat niet? What the fuck? Ah nee, dan moet ik zeker weer helemaal opnieuw. Dat vind ik niet leuk. Oh wacht. Hier is een checkpoint. Volgens mij, ik dacht altijd dat het op tijd terug ging. Maar, Ezio. Oh ja, wacht, het is Desmond. Desmond! Kom op, Desmond. Niet zo vervelend doen. Oké, nu, ja. Nu, oh. Wat? Ik weet niet waar ik ineens hoorde, maar... Het zal me wel. Ik ook niet dat ze weer terug zijn gegaan. Oké, ik moet echt even beter kijken. Sander, ik moet beter kijken. Kan dit? Kijk, nu begin ik overal te twijfelen, hè. Van kan dit, terwijl ik het net nog zo heb gedaan. Maar, ja. Weet je wel, ik ben gewoon een sukkel eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. Oké, misschien nu even kijken. Ja, ik denk dat we zo moeten. Dan gaan we wel weer naar beneden. Maar misschien willen ze dat. Misschien. Ik heb geen idee. Ik weet het ook allemaal niet meer zo goed. Maar ja, ik weet het ongeveer nog wel een beetje. Oké, we moeten nu dus niet weer daarop gaan springen. Dat deden we volgens mij net ook. Ja, dat deden we net ook. Nu moeten we op deze springen. Ja. En nu kunnen we daarop. Hehe. Sander, goed zo, eindelijk. Nu doet het weer eens goed. Ja, het is een wonder. Het is echt een... Wat? Wat? Did you hear any of that? Any of what? Of ik moet de andere kant per se proberen? Dat kan ook. Ik denk dat het is. Ik denk dat ik gewoon dat je per se een kant moet kiezen. En zeg maar dat er eentje goed is en eentje niet. Wat? What the fuck? Kijk, nu krijgen we dit weer. What the fuck? Hier, dit slaat toch nergens op, man. Ik snap er echt nu helemaal niks meer van. Guys, geef me aanwijzingen, please. Moet ik hier weer op drukken? Ik weet niet wat er gebeurt. Nee, daar kan ik niet meer op drukken. Oh, ik moet gewoon... Oh, ik moet terug. Zeg dat dan meteen. Wees dan iets duidelijker. Holy damn. Dat ligt zo. Ja, ik zie dat het gelukt is. Ik heb ook ogen. Let's go. Pak die appel. Wegwezen hier. So where are the temples? You want me to ask it? Or think it or something. Kan ook. Just touch it. Ik weet niet eigenlijk. Sure you asked it the right thing. I know this, I know that symbol. That's a Phrygian cap. Oh, it stands for yeah, the freedom. And that's a Masonic eye. Now those two come together in only one place. What's happening? I can't move. Your DNA communes with the apple. You have activated it. Okay. Let me go. On the 72nd day before the moment of awakening, you, birthed from our loins and the loins of our enemies, the end and the beginning, who we abhor and honor, the final journey commences. Yeah. There is okay. One who would accompany you through the gate. She lies not within our sight. The cross darkens the horizon. Hey, hit him with. You cannot escape your part in this. The scales shall be balanced. Okay, what the fuck? Desmond, doe niet zo raar. Stop, please.
Kom op. You know very little. We must guide you. Okay. Hij gaat Lucy een knuffel geven, denk ik. Dat is wat hij al een hele tijd wil. Dus ja, weet je, ik vind het goed. Geef hem een knuffel. Ja, doe het. Maar ik zou wel even je Hidden Blade wegdoen, zeg maar. Ik zou wel zorgen dat die niet verkeerd gaat, zeg maar. It is done. Dat bedoel ik. Dat is niet handig. Fucking Desmond. De kans om iemand te fixen. En dan doe je het zo. Je had veel beter in Ezio's leven kunnen zijn. Tjongejonge, toen was je veel beter in chicks fixen. Oh, sommige mensen. Dit was het. Dit was het. Het laatste wat we zien is gewoon dat Ezio compleet valt in het fixen van chicks. Nou, met deze gedachten gaan we deze serie afsluiten. Vond je dit een leuke serie video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.